Het Korps Politie Suriname heeft vanmorgen 28 personeelsleden met 40 en meer dienstjaren gejubileerd. Daarnaast zijn er 209 politieinspecteurs bevorderd in een naast hogere rang. Eén hoofdinspecteur is bevorderd tot commissaris en één inspecteur eerste klasse tot hoofdinspecteur. Raoul Hellings, voorzitter van de Surinaamse Politiebond, gaf aan dat het hem goed doet een volle zaal te zien. De bondsvoorzitter hoopt daarentegen dat er ook zo'n volle zaal zal zijn wanneer zij strijden voor de rechtspositie van iedere politieman. Verder nog wil ik ook nog het beroep doen op de leden van de Surinaamse Politiebond. Om dat wat we in Suriname kennen als die krabbenmentaliteit, om dat achterwege te laten. Wanneer er gestreden is voor een belang van de leden, dan is het geen zin bedoeld om tweedracht te zaaien binnen die organisatie. We weten ook dat wanneer er zaken afgedwongen zullen worden, of dat wanneer er belangen behartigd zullen worden, dat niet ieder tevreden zal zijn. Maar ook daarvoor is er een forum, is er een platform, waar u uw wensen en grieven kunt deponeren. En dat forum is niet de pers. Dat forum is nog steeds de algemene ledenvergadering van de Surinaamse Politiebond. Volgens Roberto Praat, de korpschef van het Korps Politie Suriname, hebben zij die zijn bevorderd en de jubilarissen lang op dit moment gewacht. De korpschef gaf nog een les met het advies aan andere inspecteurs die ook bevorderd willen worden. Zorg u ervoor dat u de opleiding gaat volgen voor zij die het moeten doen voor een verdere carrière gaan. En zorg er ook voor dat u slaagt. En dat u niet afterwards komt zeggen van ja, maar andere mensen zijn bevorderd zonder dat ze die opleiding hebben. Deze clausule is ingebouwd, dus u zult eraan moeten voldoen. En ik denk dat als we u zover hebben, ik moet het zeggen, geholpen. Want in principe heeft de overheid verzuimd dat u, in feite zou u nu al twee sterren moeten hebben, of zelf eerste klasse, sommige van u. Volgens minister Kenneth Amoxi is de politieacademie de laatste tijd heel negatief besproken in de samenleving. Naast werking en opleiding, structuur en organisatie, management en leiderschap, zijn de toepassing van technologie en de manier hoe wij omgaan met informatie en nu ook community policing bepalend voor het succes van het Korps Politie Suriname. Minister Kenneth Amoxi en daarvoor korpschef Roberto Prade van het Korps Politie Suriname. Zij spraken vanmorgen tijdens de bevordering van 211 politieinspecteurs en 28 jubilarissen met 40 en meer dienstjaren binnen het korps.